Hey, hele goede dag. Zijn we weer met een nieuw filmpje. En vandaag gaan we het echt hebben over Europa. Wat is nou Europa? Waar komt überhaupt die term vandaan? En ja, ik wilde me gewoon echt gaan verdiepen, omdat ik hier natuurlijk niet vandaan kom, maar hier wel gewoon ben opgegroeid. En ja, wat ik op school heb geleerd, wat ons op school is geleerd. Ik wilde het gewoon niet meteen aannemen. En ik wilde gewoon verder gaan kijken van wat is hier nou aan de hand? Bijvoorbeeld Dark Ages. Hoe bedoelen ze dark? Aangezien ze vandaag de dag dark als groep bedoelen, bedoelen ze dan de groepering donkere mensen, dat hun jaren was in zeg maar de middeleeuwen, in de Dark Ages, of ja, hoe zit dat dan precies? Ik ging me gewoon afvragen, hoe kan een kleine groepering nou opeens de westerse beschaving gewoon overheersen, overnemen en eigenlijk gewoon dat de basis zijn, terwijl dat de kleinste groepering is in de wereld in principe. En ja, daar wil ik het vandaag over hebben. En er komen veel termen in voor die we eigenlijk waar we niet van houden, zoals white, black, dit en dat. Maar wij weten beter. En ja, in principe zou je hier original cultures al kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk om het voor het beeld voor de simpele lezer te vermakkelijken, zodat er eigenlijk. Maar ja, ik ben het natuurlijk niet eens met deze verwoording. Maar ja, Europa. Europa. Europa is natuurlijk ook ten eerste het enige continent dat met een E begint. Je hebt Amerika, Australië, Afrika, Azië, Europa. En Europa was een Phoenician princess en een god. En ze was een dark-skinned woman. En Zeus, die ook bekend staat als Hermes Trismegistus of Thoth the Trickster, werd verliefd op haar omdat ze zo mooi was. En daarom veranderde hij haar in een stier. De eerste Phoenicians hadden hoge melanin gehad en waren donker. Europa was named after een Igbo. En een Igbo is natuurlijk een Hebrew. En de Hebrews waren natuurlijk donker. Even kijken. Ja, we gaan het verder hebben over deze site. Het is even opgezocht voor jullie. Is natuurlijk helemaal vermakkelijkt. Ja. Oké. De original. Het is in het Engels, maar ik ga het proberen te vertalen voor jullie. Ik vind het hartstikke mooi. Oké. Original Black cultures of Eastern Europe and Asia. And the first contact with invading albino people of Central Asia. Albino people of Central Asia. Oké. Is it worth reading? Is it true? Is het natuurlijk waar? Klopt het of klopt het niet? Ja, voor nu is het natuurlijk een theorie en moet natuurlijk zelf meer onderzoek gaan doen. Maar alles wat je vandaag geleerd hebt, voor waarnemen, dat is ook een theorie. Dus dat kan je ook gewoon niet voor waarnemen. En dit is wat wij geleerd hebben, is eigenlijk, kan je eigenlijk in principe vergeten. Het klopt, het is meestal 180 graden omgedraaid, 360 graden gelogen of het. Het klopt gewoon helemaal niet of het is wit gewassen, gebleekt in principe, wat eigenlijk met onze cultuur en beschaving is gebeurd. Oké, on the matter of credibility, on first reading, readers of this page generally feel amazement. The concept of blacks of darks, kijk, gaat fuck blacks, maar we know better. Being the original settlers and builders of the first civilization everywhere, including Europe, is particularly unsettling to them, both black and white, because they were taught that there were no blacks in Europe until the Romans brought them. Dus het is ons geleerd dat er helemaal geen donkere rassen waren
in Europa, totdat Romeinen ze zogenaamd uit Afrika als slaaf hadden gebracht naar Europa. Then some blacks correctly say, I knew the whites were lying and then go on to enjoy their edifications. But whites, en dit ben ik ook niet mee eens, whites is ook niet de goede term. Alleen dit is gebruikt om voor de simpele lezer gewoon makkelijk onderscheid te kunnen maken. Maar dat wij maken geen onderscheid. Dus de Caucasian, the whites remain incredulous. They say, this is simply blacks with no accomplishments trying to steal white accomplishments and history. Dus op het moment dat wij dus het tegendeel bewijzen, wordt het helemaal kapot gemaakt en is het allemaal onzin en lijkt het alsof wij hun geschiedenis willen stelen. They say, if this was true, my teachers and professors would have taught it to me. Dus als dit waar zou zijn, waarom hebben wij dat dan nooit geleerd in de klas? So either this is a lie or the information is so new that my teachers and professors don't know about it yet. Okay. Well, no. That it may be comforting to believe that your teachers and professors are of sufficient character that they would not lie to you. The facts do not support that conclusion. The fact is that European scientists and had evidence and knew from earlier than the 19th century of the black man's central role in settling and establishing civilizations in Europe and everywhere else. Dus the fact is that European scientists have evidence, er is gewoon Europees bewijs, and knew from earlier than the 19th century, dus in 1800, wisten ze al, that dark men, dat de rol van dark men in het settelen en het neerzetten van beschavingen in Europa en overal gebeurde. En daar is bewijs van en dat weten Europeanen ook. Dat weten ze gewoon. De echte onderzoekers weten dat. The exhibits below attest to the fact that this knowledge was known over 100 years ago. So either your teachers and professors are indeed liars or they were very poorly educated. Je leraren hebben eigenlijk geen fucking idee. Ze zijn gewoon best wel slecht geëdukeerd. En dat is, ja, gewoon een feit. Een klein stukje. Origin and evolution. But gentlemen, it was in Africa that the little pygmy was first evolved from the Pithecanthropus erectus or an anthropoid ape in the Nile Valley and around the lakes at the lead of the Nile. The Nile is the Mississippi, which is this lecture. I will for the sake of brevity tell Old Egypt. Old Egypt is in America. From here, these little men spread all over the world, north, east, south, and west, until not only Africa, but Europe, Asia, North, South America, and Oceania were populated by them. He was the first, the little red man of the earth. From pygmy evolution, the little red man originally is a American, of course, with Bushman, Mashban, Beefman, Negro, Masi. Outside Africa, they still exist. New Guinea, New Hebrides, the forests of Bolivia in South America, the mountains in China. Dus eerste man, de primitive man van Afrika die verspreid is, is nog steeds te vinden buiten Afrika. He was followed by another race from Egypt of shorter stature like the Ipswich man and after the Galley Hill man. Okay. Maar ook in Engeland bijvoorbeeld. North African men found buried in the medieval Ipswich. First known black men in Britain. Nee, dit is allemaal, ja, proberen ze more fake surprise about Ipswich men.
En apparently African skeleton, die proberen gewoon te zeggen dat hier, zeg maar, programma's zoals BBC en gewoon die mainstream dingen proberen gewoon altijd African of Blacken voor te zeggen, zodat je altijd denkt, oh, dat zal vast uit Afrika komen. Elke donkere persoon komt uit Afrika. Maar dat is bullshit. Zelfs in Europa komt de donkere man als eerst voor. British anthropologists have known and discussed that African origins of the first settlers of the British Isles since the mid-19th century. The underlying text above is then obviously barefaced lies, which is typical of modern albino scientific people. Dus ja, het is eigenlijk best wel logisch dat dit wordt altijd wordt weggehaald, omdat het moment dat ja, mensen weten dat dat zo is. Ja, ik heb geen eens een besef wat dat zou gaan kunnen betekenen als mensen gewoon al deze informatie gewoon weten. En weten wat vandaag de dag aan je kinderen wordt gevoed in de klas. Gewoon vaak gewoon opgeflipt is. An apparently African skeleton unearthed near a medieval English monastery pushes Professor Sue Black Forsyth's teams to its limits. Forensic teams to its limits. Bone analysis offer clues about the true origin of the mysterious skeleton, and facial reconstruction painstakingly reveals his face, not seen for centuries. The historical trial points to new evidence about British ancestry, and the case takes an unexpected twist when they discover the tragic truth about how he died. Okay. Neolithic Negro showing original types of big heads. Maar we hebben nu al vaker de term albino voorbij zien komen. Nou, albino, wat is een albino? Een albino is geen West-Europeaan in ieder geval. Maar vandaag de dag wordt dus natuurlijk ja, het beeld is dat de meeste mediabeeld is dat de meeste mensen in West-Europa toch wel zogenoemd blank zijn, hè, of zogenoemd white, maar terwijl dat eigenlijk albino's zijn. En de originele man in West-Europa is natuurlijk ook is dit gewoon. Dit is gewoon dit. Dus albino. Implications for the European albino. Herein, the term albino is used almost exclusively to describe the type people currently inhabiting Europe and other parts who are formerly of Central Asia. Dus eigenlijk de zogenoemde blanke Europeaan, zijn roots komen uit Centraal Azië, Caucasian. The reason for use of this terminology is first and foremost clinical. It is the medical definition for people with their disease. Okay, dus we praten nu over een ziekte. Nou, dat is wel, ja, hard of zo. Definition of albinism. From source one, albinism, a group of genetic disorders in which there is partial or total lack of the pigment melanin in the eyes, skin and hair. Jesus. From the Mayo Clinic stuff, albinism includes a group of inherited disorders that are characterized by the little or no production of the pigment melanin. The type and amount of melanin your body produces determines the color of your skin, hair, and eyes. Most people with albinism are sensitive to sun exposure and are at increased risk of developing skin cancer. Although there is no cure for albinism, people with the disorder can take steps to protect their skin and maximize their vision. Some people with albinism may feel socially isolated or experience discrimination. But most importantly, from the Free Dictionary, albinism, the reason why this definition is most important will be explained below. Albinism is a rare disorder
Dus we praten nu over albinism, dat het een ziekte is, dat je eigenlijk gebleekt, weg van geen pigment in je haar, in je ogen of in je huid. Dus bij hoge zon exposure, aanraking tot zon, dan ja, meeste mensen moeten gewoon insmeren, omdat dat gewoon niet echt goed is voor het lichaam als je zonder melanin te lang in de zon zit. En dat is bij definitie een ziekte. Albinism is a rare disorder found in fewer than 5 people per 100.000 in the United States and Europe. Other parts of the world have a much higher rate. For example, albinism is found about 20 out every 100.000 people in southern Nigeria. There are 10 types of the most common form of the condition known as oculocutaneous albinism, which affects the eyes, hair, and skin. It is most severe form. Hair and skin remain pure white through life. Dus met deze vorm ben je gewoon eigenlijk je hele haar, huid en skin zijn eigenlijk helemaal wit. Zoals we gewoon de mainstream beeld van een albino. People with a less severe form are born with white hair and skin, which turns slightly darker as they age. Everyone with oculocutaneous albinism experience abnormal flickering eye movements, nystagmus, and sensitivity to bright light. There may be other eye problems as well, including poor vision and crossed or lazy eyes. Strabismus, the second most common type of condition, is known as ocular albinism. It's in which only the eyes lack color. Skin and hair are normal. There are 5 forms of ocular albinism. Dus je skin blijft normaal, alleen je ogen, alleen je ogen hebben geen kleur. Some types causes more problems, especially eye problems, than others. Oké. Albino is white, white is albino. Human, oké. Dus iets meer over albino's. Dus we weten nu de term albino, het lekken van pigment, melanin. En dus betekent eigenlijk wit, black, gebleekt. De albino is responsible for disseminating knowledge and history about themselves. Albino people have been so successful in bamboozling the albino people that even members of the legal profession are oblivious to the realities of their physical existence. Note how the Irish police, in the ignorance about themselves, wronged his poor gypsy father. Gypsy families sue Irish state for unlawful arrest of albino boy. What? Too old. He was blond hair and blue eyes. So hij is met iets gebeurd omdat hij albino is. The Irish police were not being mean to the gypsy father. In their tightly controlled albino world, information about themselves and other humans is tightly controlled. So, dus ze hebben geen idee dat ze eigenlijk ook albino's zijn, maar straffen iemand omdat die albino's zijn. Dat is hoe slecht de meeste mensen, ook jij als zogenoemd blank persoon, hoort dit gewoon over jezelf te weten. Je hoort gewoon te weten waar je eigenlijk vandaan komt uit de Centraal-Azië. En dat Europa samenstelling helemaal niet is zoals we vandaag gewoon zien. En ja, als je dat gewoon wel op school weet hoe dat gewoon hier aan toe is gegaan, dan zou je er toch wel echt iets, ja, beter begrijpen hoe dit dus vandaag de dag aan toe gaat. Er zijn zoveel vormen over albino, maar dat is niet het belangrijkste nu. Kijk, het belangrijkste is over Europa. Albino scientists nog even. Greeks are found to have substantial re re relatedness to sub-Saharan Ethiopian people.
Genetic distance are closer between Greeks and Ethiopian sub-Saharan groups than to any other Mediterranean group. And finally, Greeks cluster with Ethiopian sub-Saharans in both neighbor joining dendrograms and correspondence analyses. Dus de Grieken en de Ethiopiërs hebben meer met elkaar te maken dan any Mediterraanse gebieden of nations. Deze groep. En je kan echt door en door en door. Maar dit is een van de belangrijkste. Kijk, Balkan. De countries in de Balkan. Peninsula, Croatia, Bonicia en Greece. En August Turks zijn today the residents of Turkey Aryan. People who spoke the August language from the common branch of Turkish language family. Okay. Nou, hier horen dus ook de Grieken bij. Die zijn dus natuurlijk ook donker. Maar de Slav people, de Slav. Wij zijn vandaag, de identiteitsswitch is real. Of wij zijn zogenaamd oude slaven. En Europeanen zijn, weet ik veel hoe ze... Ja, Europeanen, afstammelingen van een zwarte god. Ja, dat zijn ze natuurlijk ook, maar vandaag de dag niet. Kijk, de Slavs, slaaf, een slaaf, een echte slaaf. Een echte slaaf, member of the most numerous ethnic and linguistic body of peoples in Europe, residing chiefly in Eastern and Southeastern Europe, but extending also across Northern Asia to the Pacific Ocean. Slavic language belongs to the Indo-European family. Customarily, Slavs are subdivided into East Slavs, chiefly Russians, Ukrainians, and Belarusians, West Slavs, chiefly Poles, Czechs, Slovaks, and Wends or Sorbs. En South Slavs, chiefly Serbs, Croats, Bosniërs, Sloveens, Macedoniërs en Montenegrins. Dus eigenlijk heel West-Oost-Europa tot aan Duitsland wordt gewoon eigenlijk... Ja, dat zijn slaven. Dat zijn gewoon echte slaven. The majority of Slavic Muslims are found in Bosnia, Herzegovina and southern Bulgaria. At this time, we do not know what the invading Turks and Slavs did to the dark people of Eastern Europe after the destruction of the Black Eastern Roman Empire Byzantine. Dus de Romeinse Koninklijk Empire, de Byzantine van 1553, 40 39 jaar voor 1492, dus midden in de Dark Ages, hebben geen idee wat die Turken en Slavs hun hebben aangedaan. The first Europeans, but created from fragments of a fossil. Kijk, de face van de eerste Europeaan. Dit is een gezicht van de eerste Europeaan. This clay sculpture portrays the face of the earliest known modern European, a man or woman who hunted deer and gathered fruit and herbs in ancient forests more than 35 years ago. It was created by Richard Neave, one of Britain's leading forensic scientists, using fossilized fragments of skull and jawbone found in a cave 7 years ago. Dus de oud, dit is het 35.000 jaar oud, de vrouw of man, die dus gewoon fruit en kruiden en herbs en alles verzamelde. His recreation offers a tantalizing glimpse into life before the dawn of civilization. It also shows the close links between the first European settlers and their immediate African ancestors. It was made for the BBC 2 series The Incredible Human Journey. This will follow the evolution of humans from the cradle of Africa to the waves of migration that saw Homo sapiens colonize the globe. The program will be shown on blah 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 May 10. Okay. The head is based on remains of the earliest known anatomically modern Europeans. The lower jawbones was discovered by potholders in Pestera Cu Oase, the cave with bones, located in southwestern Carpathian Mountains in Romania in 2002. The rest of the fragments were found the following year. The bones were carbon dated to between 34 and 36,000 years ago. Dus het is gewoon meer
Dan 35.000 jaar geleden, daar komt dit stuk schedelstructuur vandaan, vanuit Roemenië, uit de mountains. When Europe was occupied by two species of human, there were the Neanderthals who had arrived from Africa tens of thousands of years earlier, and the more recent modern humans, also known as the Cro-Magnons. Although the skull is similar to a modern human head, it has a larger cranium, it is more robust and has a larger fossil. Okay. Modern human skull of a dark person from Africa, probably constructed from fragments, fountain pests, blah blah, clay sculpture. Okay, dus zo zou deze persoon uit Roemenië eruit zien. Dus een beetje tawny. En hier zie je nog meer botten. The Grimly Migration to Europe. 45.000 BC, the great glacial ice sheets that covered the most of Europe started to melt, and a group or groups of these Khoisan-type people walked across the Gibraltar by Spanish Straits and entered Europe. This marks the first time in human history that modern humans have crossed over into the formerly frozen wilderness of Europe. Once in Europe, Grimaldi men continued his migration and came to eventually inhabit all of Europe and Northern Asia. The Grimaldi grave. So, the eastmost limit of his range appears to have been the settlement known as Malta in Siberia, Russia, just north of Mongolia. Stetopygia female. Tracking Grimaldi, stetopygia is a high degree of fat accumulation in and around the buttocks extending to the outside of front of the thighs. Now, dit soort dames liepen daar gewoon rond. En dan hebben we natuurlijk over systematic racism. While reading through this page and the subsequent page on this site, they tough must come where all the lifelike images of these supposedly black prehistoric ancient people. Dus waar komt dit vandaan? Komt weer die cognitive dissonance voorbij door om de hoek kijken. Stoornis. Ah, dat heb ik niet gekregen. Ik heb al 20 jaar iets aangeleerd. Ik dacht dat het allemaal oké was. En nu komt opeens pas, boom, iets tegenovergesteld. Bla bla bla. Klopt niet. Nee. Je moet rustig tot je nemen. En gewoon eigenlijk met deze informatie vergeten wat er is geleerd. En gewoon als een nieuwe mogelijke theorie zien die zou kunnen kloppen. Maar wel als een begin naar het onderzoek wat gedaan gaat worden om gewoon echt de waarheid van Europa en Nederland gewoon omhoog te krijgen. Want ook Nederland origineel, oranje, was ook een tawny dude. Nou, niet. Kijk. Logically, if they could paint lifelike images of bulls such as the cave paintings in Chauvet, France, from as early 32,000 BC, then certainly they could have painted lifelike images of themselves and made lifelike figures too. So where are they? That brings us to the crux of the matter. White racism is not known exactly when racism became institutionalized in white people. Dus jij als zogenoemde blanke guy, jij hoort helemaal geen racist te zijn. Het is jou geleerd. Jij bent ook gewoon een good guy. Jij bent geen racist. Niet alle blanke mensen zijn. Slaat nergens op. Het is alleen jou systematisch aangeleerd om als aan te nemen dat het zo is. Dus het gedraagt daarnaar. Maar met nieuwe informatie over jezelf hoeft helemaal dat niet te doen. Want het is je gewoon aangeleerd en jij bent dat niet. Je bent geen racist. The brings us to the crux of the matter, white racism. It is not known exactly when racism became institutionalized in white people, because tough carefully hidden the founding white civilization, the Hellenes
continuation of the Black Greek civilization and the Latin continuation of the Black Etruscan and Black Celtic Gaul civilizations were extremely biracial, and the biracial nature of European society continued well into the Middle Ages and beyond, in which times many of the noble families of Europe were still black or mixed race. Dus Black Greeks. Mijn naam is Hippolyte. En Latin continue of Black Etruscans. Dus de European, wat ik al zei, Byzantine, waren gewoon dark skinned. En ze waren enorm biracial. Ze, ik ben Amerikaan. Ik weet niet of die Grieken verder daar zo deden. Iedereen weet wat Grieken en allemaal deden. Daarom not all Black Lives Matter. Maar ze hadden dus ook, het hele land zat vol met zwart, met wit, met tani, met gewoon donker. Gewoon een hele spectrum was daar. En dat deden ze gewoon elkaar, ze vonden elkaar gewoon allemaal leuk. En dat was ook gewoon te zien, want iedereen was mixed race. Oh, our prince of all of the right skin. Maar dit is iets wat ook, wat juist toch wel de Nederlander of de wie dan ook die een minder middelen heeft zou moeten weten. How Europeans evolved a white skin. Note how they cite and list the albino genes, but never admit that there are albino genes. Okay, most of us think of Europe as the ancestral home of white people, but new study shows that pale skin, as well as other traits such as tallness and the ability to dig as milk as adults, arrived in most of the continent relatively recently. The work presented here last week at the 84th annual meeting of the American Association of Physical Anthropologists offers dramatic evidence that of recent evolution in Europe and shows that most modern Europeans don't look much like those of 8,000 years ago. Natuurlijk niet. The origins of Europeans have come into sharp focus in the past year as researchers have sequenced the genomes of ancient populations rather than only a few individuals. By comparing key parts of the DNA across the genomes of 83 ancient individuals from archaeological sites through Europe, the international team of researchers reported earlier this year that Europeans today are a mix of the blending of at least three ancient populations of hunter-gatherers and farmers who moved into Europe in separate migrations over the past 8,000 years. Dus de Europeaan die vandaag de dag bekend is, is nog geen 10.000 jaar hier in Europa, terwijl we zagen net een bot van Engeland dat die daar al 32.000 jaar waren. En dat dus van drie soorten groepen eigenlijk de blanke man van vandaag uit West-Europa komt. The study revealed that a massive migration of Yamnaya herders from the steppes north of the Black Sea may have brought Indo-European language to Europe about 45.000 years ago. Now a new study from the same team drills down further into that remarkable data to research for genes that were under strong natural selection, including traits too favorable that they spread rapidly through Europe in the past 8,000 years. By comparing the ancient European genomes with those of recent ones from the 1000 Genomes Projects, population genetics Ian Mathisen and postdoc in the Harvard University Lab of Population Genetics David Reich found five genes associated
associated with changes in diet and skin pigmentation that underwent strong natural selections. Dus er zijn vijf groepen die gewoon een enorme selectie hebben doorgemaakt met pigment en eten en alles. First, the scientists confirmed an earlier report that the hunter-gatherers in Europe could not digest the sugars in milk 8,000 years ago, according to a poster. They also noted an interesting twist. The first farmers also couldn't digest milk. So, 8000 jaar geleden werd er ineens melk gedronken. The farmers who came from the Near East about 78,000 years ago and the Yamnaya pastoralis who came from the steppes 48,000 years ago lacked the version of the LCT gene that allows adults to digest sugars in milk. It wasn't until about 43 years ago that lactose tolerance swept through Europe. When it comes to skin color, the term found in a patchwork of evolution in different places and three separate genes that produce light skin, telling a complex story of how European skins evolved to be much lighter during the past 8,000 years. The modern humans who came out of Africa to originally settle Europe about 40,000 years ago are presumed to have had a dark skin. Dus de originele Europeaan die uit Afrika komt, had sowieso een donkere huid. Maar in de afgelopen 8000 jaar is het opeens bijzonder licht geworden. Which is advantageous in sunny latitudes. And the new data confirmed that about 85,000 years ago, early hunter-gatherers in Spain, Luxembourg, dus dichtbij Nederland, en Hungary also had darker skin. Dus Spanje, Luxemburg, dus de Iberia, Igbo, Hebrew, Luxemburg. Het is natuurlijk drie landenpunt. Dus hoezo, als je die om 1 meter opschrijft, ben je fucking Nederland. En Hungary also had darker skin. Dus fucking Nederlanders hadden donkere huid. Lezen jullie dat? En de new data confirmed that about 85,000 years ago, early hunter gatherers in Spain, Luxembourg, and Hungary also had darker skin. They lacked version of two genes, SLC24A5.